Hallo, dit is Dirk Rob weer met zijn cursus PHP Object Oriented Programmeren. Ik heb zojuist de cursus deel 9 afgesloten, waar ik inging op zeg maar de static attributen en de static methods. En ik wil nu verder gaan met hoe dat zich verhoudt ten opzichte van this, het keyword this in een class. Nou, ik heb hier wat voorbeelden gemaakt. Dit is zeg maar een method die eventueel bij een object of in een object zou kunnen worden uitgelezen. En die method, die leest het attribuut aantal uit, wat is 10. En de method heet aantallen lezen. Die gaan we verder niet gebruiken, want dit hebben we al eerder laten zien. En hier zie je het keyword $this. Oké, we hebben hetzelfde soortgelijk iets voor static functies of static methods en static attributen, zoals we er hier een hebben, $naam en $nummer. We hebben er zelfs twee. Dit komt omdat eerst was keynaam of keyveldje zelf was alleen en later heeft men er toegevoegd static. Wat is het verschil tussen zelf en static? Ik heb hier een andere class gemaakt die zeg maar een subclass is van example static en ik ga hier eerst de attribuut $naam overschrijven. Daarna de attribuut $nummer. En hier run ik getNaam. En hier run ik dezelfde methode in example static 2. Nou, wat ik verwacht is dat hier hetzelfde uitkomt. Dus die en die. Waarom? Omdat de keyword zelf zich alleen maar bevindt in de class zelf, dus je kijkt niet naar andere classes. Dus die kan niet overschreven worden. Dit in tegenstelling tot static. Static kan in andere classes wel overschreven worden. Dus static kijkt naar example 2 of example static 2. En dat kan ik hiermee bewijzen door eerst de get underscore number method in example static te runnen en als laatste de method example static 2 get number te runnen. Dus ik run hem vanuit verschillende classes, twee classes. Nou, dat gaan we uitproberen. En we zien hier dus dat hij Dirk en Dirk dezelfde zijn. Dus hij schrijft in de tweede klas hier protected static name overschrijft hij niet, omdat hij gebruik maakt van de method met daarin echo zelf. Daarentegen het nummer overschrijft hij wel, omdat hij gebruik maakt van de method waarin de keyword static wordt gebruikt. En dat is het verschil. Wat ik verder nog even kwijt wilde over zeg maar static methods en static attributes, is dat je ze ook in gewone methods kunt gebruiken. Maar dat is niet aan te raden. Want dit soort dingen moet je niet door elkaar halen. Maar het kan wel. Want hier wordt eigenlijk hetzelfde bewezen. Dit heb ik van het internet geplukt. Dus ik ga deze test gewoon eens even draaien. En hier komt hetzelfde uit, in principe. Alleen, hier staan dan andere woorden. Maar in hetzelfde geval is dit ook hier. Deze wordt door zelf aangestuurd en deze wordt door static aangestuurd. Dat wilde ik nog even kwijt over, zeg maar, static methods en static attributes. Bedankt.